Welkom bij Café Weltschmerz. In samenwerking met Viruswaarheid hebben wij weer het Weekjournaal. Samen met Jeroen. Hi Jeroen. Willem, hi. Ja, we hebben ongelooflijk veel materiaal, ondanks dat het komkommertijd zou moeten zijn midden in de zomer. Maar de gekte gaat maar door, dus we hebben, ik denk, weer een hele mooie selectie deze week. Ja, dus door het reces is het van het toneel naar het straattheater verplaatst. Ja, precies. We gaan er tegenaan. Ja. Ja, eerste is een, en daar wees iemand op Twitter op. En dat is namelijk dat ze in 2017 hebben ze al een verordening aangenomen in het Europese parlement en de Raad betreffende maatregelen tot het veiligstellen van de gasleveringszekerheid en houdende intrekking van de andere verordening die daarvoor was. Maar kennelijk hebben ze voorspellende gaves daar. Hè? Kijk, ja. Natuurlijk is het een kenmerk van goed beleid, vooruitkijken. Maar helemaal natuurlijk als je gewoon al kennelijk weet wat er gaat gebeuren. En waar gaat het dan over? Nou, het gaat over een maatregelenladder. Wat gebeurt er nou als we te weinig gas zouden hebben? Eigenlijk een hele bizarre probleemstelling voor een land als Nederland. Het zou hetzelfde zijn als Saudi-Arabië zou zeggen: wat zou er nou gebeuren als we een tekort aan olie hebben? Hè? Er zit zat gas in de grond. Maar daar hebben ze al een hele regeling voor. En dan, wat ga je doen? Je gaat eerst